Tienduizenden Nederlanders kampen na hun coronabesmetting met langdurige, zware klachten. Ja, ik lig heel veel op de bank of in bed en ik kan net een rondje lopen buiten. Klachten als ernstige vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, moeite met inspanning. Hoewel long-covid bijna dagelijks in het nieuws is, wordt de ziekte omgeven door mysterie. Want wie krijgen het en waarom juist zij? En zometeen dan ontrafelen we dat mysterie een beetje verder. Eerst kijken we naar een experimentele behandeling met VR, virtual reality, die goed lijkt te werken tegen long-covid. Virtual reality. Oeh, het is al lang geen science fiction meer. Iedereen kan zich tegenwoordig in een soort fantastische namaakwereld begeven. Maar virtual reality is niet alleen maar leuk. Het kan ook helpen bij de behandeling van mensen met long-covid-klachten. Monique, anderhalf jaar geleden kreeg jij long-covid. De acute fase die was vrij snel over, maar daarna bleef je hondsberoerd. Nu sta je gelukkig weer vrolijk naast me. Ja. Waar had je last van? Ik was heel erg moe. Ik had geen energie. Mijn spieren waren echt 40% minder. En mijn concentratie was gewoon... Ik had gewoon geen concentratie en kon niet ergens bij blijven. Mijn werk ging niet. Het ging gewoon niet. Maar long covid als naam, niemand wist wat er aan de hand was. Omdat Monique maar klachten bleef houden, ging ze zelf op zoek naar hulp. Op het internet vond ze een experimentele studie van het Radboud UMC. Met virtual reality. Word je gamen? Ja. Doe je hem zelf op, je weet hoe het is. Je favoriete spel. Keepen. En Harry, hier kan je dus nu meekijken. Wat is daar het extra voordeel van? Ja, het voordeel is dat ik precies kan zien wat Monique ziet. En dan kan ik ook kijken van of ze zich te veel traint, te veel inspant of juist te weinig. En op die manier kan je veel beter een advies op maat geven van doe wat meer of doe wat minder of doseer wat. Hoe komt het dat VR zo geschikt is bij therapie van long-covid-patiënten? Nou kijk, long-covid-patiënten die hebben eigenlijk naast fysieke klachten, dus eigenlijk dat ze hun conditie achteruit gaan is, hebben ze mentale klachten, dus angst, stress, maar ook cognitieve klachten. Dat betekent dat zij geheugen, wat minder geheugen hebben, concentratieproblemen. In die bril hebben wij allemaal spellen in die drie domeinen. En dat betekent dat je eigenlijk alles in één hebt. Ja, dus het is een totaalbehandeling. Ja, en wat wij heel belangrijk vinden is dat je er ook verder niks voor nodig hebt als alleen maar een bril en twee handcontrollers. Wat wel heel mooi is, dat heel veel mensen denken dat het dus niet geschikt is voor ouderen. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk laten zien, ook door onderzoek, dat het juist heel erg geschikt is voor ouderen. Want dat spelende kind, dat zit toch ergens nog in ons allemaal, ook al ben je 84. Ja, dat is het. Maar het is ook dat wij denken ook dat het een soort blijvende, aanhoudende verbazing is over het medium. En waarom werkt dit voor jou zo goed? Voor mij werkt het zo goed omdat ik... Het was een soort mist waar ik in leefde. Maar met virtual reality is het spel. Je zit in een andere wereld. Een onderwaterwereld, een wereld met aliens. Je zit in een sportveld. Eenvoudig, waardoor je niet te veel prikkels krijgt. Maar ik kon wel heel erg... Ik werd er gewoon blij van. En ik zag dat ik langzaam vooruit ging.